Een hele goede middag allemaal. Welkom bij het laatste webinar en de tweede week van Grip op Informatie. Donderdagmiddag tussen 4 en 5 voor de diehards. We gaan het vandaag hebben over vernietigen. We hebben dadelijk twee leuke sprekers. Rens Ouwekerk, adviseur informatiebeheer bij de gemeente Amsterdam. En Ivo Hendricks, hij is de expert architectuur standaarden bij VNG Realisatie. Mocht u tijdens het webinar nou vragen hebben, dan kunt u die stellen in de chat. We zullen proberen die zoveel mogelijk te behandelen tijdens het webinar. Mocht dat niet lukken, zult u proberen te beantwoorden in de chat. En mocht dat nou niet lukken, dan zullen we achteraf plaatsen op kia.pleio.nl. Er hebben zich namelijk meer dan 325 deelnemers aangemeld voor het webinar. Dus als u nou echt allemaal een vraag stelt, dan wordt het hard werken voor de beide mannen. Mocht u eventueel tijdens het webinar nou op Twitter of LinkedIn of andere sociale media berichten wil plaatsen over dit webinar, dan kan dat met de hashtag WVGrip, Week van Grip. En dan kunnen we dat delen met elkaar. Voor nu heel veel plezier en ik geef graag het woord als eerste aan Rens. Dankjewel Jeroen. En dan mag je meteen naar de volgende sheet. Dan ga ik even beginnen met vertellen wat we gaan vertellen vanmiddag. Allereerst zal ik even de achtergrond schetsen van het project waar we mee bezig zijn. Het project wat we samen met Kia en de VNG uitvoeren. Dat erop gericht is dat we een soort centrale vernietigingstool gaan ontwikkelen van waaruit we kunnen vernietigen in allerlei verschillende informatiebronnen. In afwijking eigenlijk van wat nu de standaard manier van werken is, waarin we dat in losse applicaties inrichten. En in elke applicatie waar je informatie in bewaart, daar moet je dus apart die vernietiging inrichten. Wij denken dat het handig is om dat meer centraal te gaan aansturen en daar willen we naartoe. Daar zal ik wat over toelichten. En in dat traject komen we ook wel vraagstukken tegen die veel meer gaan over zeg maar, de reguliere vorm van vernietiging. Ook daar zal ik wel even op ingaan. Daarna zal Ivo vanuit architectuur wat dieper ingaan op hoe zien we die oplossing voor ogen en hoe moet dat dan technisch gaan werken. En hij zal ook wat vertellen over de stand van zaken in het project nu en zeg maar de roadmap voor de komende maanden. Goed, de achtergrond van het project, ik zei het al even, is een samenwerking tussen het KIA kennisnetwerk en de VNG. Eigenlijk ontstaan in de thema 10-daagse vernietiging in januari die door de KIA werd georganiseerd. En het idee is inderdaad dat we een centrale vernietigingscomponent gaan ontwikkelen. En wat we zijn gaan doen is toen dat idee ontstond, we zijn eerst maar eens gaan praten met leveranciers. We hebben in het netwerk van de VNG gewoon leveranciers benaderd en gevraagd van joh, wie wil van jullie hier eens over met ons meedenken. En we hebben aan die groep leveranciers gevraagd van goh, wat vinden jullie van dit concept? Is dit volgens jullie een levensvatbaar concept? En nou, zien jullie mogelijkheden om daar een bij te dragen en hoe zouden we dat dan kunnen gaan ontwikkelen? En eigenlijk was het antwoord op al die vragen was, ja, dat is zo. We denken dat het een levensvatbaar concept is. We zien mogelijkheden. We willen er ook wel graag aan meewerken. Dus dat was een mooie eerste opbrengst. De tweede stap is dat we met gemeenten aan de slag zijn gegaan. We hebben een open oproep gedaan aan alle gemeenten. Van joh, wie wil hierover meedenken? Daar hebben een aantal gemeenten op gereageerd. En overigens staat die oproep nog steeds open. Dus mocht u nou denken van, goh, dit wist ik niet, maar ik wil wel graag alsnog meedoen, dan kan dat nog steeds. Daar zal Ivo straks nog wat meer over zeggen. En we zijn met die gemeente aan de slag gegaan om na te denken van wat verwachten we nou precies van die centrale tool? Wat moet dat ding dan precies kunnen? En wat zijn dan de eisen die daarbij horen? En in allebei die werkgroepen, zowel met de leveranciers als met de gemeente, komen ook, wat ik al zei, andere vraagstukken aan de orde die eigenlijk niet zozeer gaan over de ontwikkeling van die centrale tool, maar veel meer over processen, procedures, hoe richt je het überhaupt in je organisatie? En hoe doen we überhaupt de digitale vernietiging, nog los van of we dat centraal of niet gaan aansturen. Ook daar zal ik straks wel wat over vertellen. Goed, even wat context over de achtergrond. Er zijn een aantal observaties die ik ter context nog even met jullie wil delen. Het zijn er drie. De eerste is, als we kijken naar hoe we nu als gemeenten in Nederland even, in het algemeen gesproken omgaan met vernietigen. Dan is dat nog heel erg gericht op DMS-zaaksystemen. Veel gemeenten die hebben het vernietigen belegd bij de informatiebeheer of de DIF-afdelingen die heel erg op dat DMS-zaaksysteem zitten. Dat is heel erg aan het veranderen, dat blijkt ook wel heel erg uit de andere webinars die ik deze week een aantal van voorbij heb zien komen. Maar grosso modo is dat nog steeds wel de wereld. En wat je daardoor ook ziet, is omdat informatiebeheerders vooral bezig zijn geweest met vernietigen van content in DMS-zaaksystemen, dat
marktpartijen die gericht zijn op dat soort systemen, gewend zijn de vraag te ontvangen, zorg dat we kunnen vernietigen, dat die functionaliteit aanwezig is. En dat andere systemen en leveranciers van andere systemen die vraag dus niet krijgen, minder gewend zijn. Allerlei taaksystemen, financiële systemen, personeelsystemen, subsidiesystemen, noem maar op, al die taakspecifieke systemen, maar ook andere informatiebronnen als data warehouses enzovoorts. Daar wordt traditioneel gezien, het vernietigen heeft daar minder de aandacht. Nou, en dan krijg je van die voorbeelden als wat ik hier in het midden op deze sheet heb gezet. Dat is een mooi citaat die ik op Breed tegenkwam toen ik eerder een presentatie over dit onderwerp aan het voorbereiden was. Van iemand die zei van, goh, wij hebben te maken met de wettelijke vernietigplicht. En we willen ook graag als organisatie eraan voldoen. En ook alle techneuten die willen eraan meewerken. Maar de leverancier zegt gewoon van, joh, die wettelijke vernietigplicht van jullie, dikke pech, daar doen we niet aan mee. Dat gaan we niet doen. En dat is natuurlijk een probleem. Dat zit nogmaals in een aantal aspecten. Enerzijds zit dat erin dat we die leveranciers eigenlijk nooit daarop hebben bevraagd. Dus die leveranciers die weten heel vaak niet dat ze dit soort functionaliteit moeten bieden. Anderzijds zit het er ook in dat we zelf niet altijd even goed weten hoe je dan zou kunnen vernietigen in andere systemen. Want het kan ook wel eens op een andere manier dan je misschien gewend bent vanuit het DMS-zaaksysteem. In elk geval is dit wel iets waar we met z'n allen over moeten nadenken. Van hoe gaan we die markt daar beter op voorbereiden? En hoe gaan we die markt zo bevragen dat ook al die andere type applicaties vernietigen beter mogelijk maken? Nou, de laatste observatie is dat de aandacht voor vernietigen heel erg is toegenomen. Met name natuurlijk door de komst van de AVG is in ieder geval de aandacht voor het vernietigen van informatieobjecten die persoonsgegevens bevatten heel erg groot geworden. Dat brengt ook wel weer wat ontwikkelingen met zich mee. Ik heb een voorbeeldje hier op het scherm gezet wat jullie allemaal kennen, want dit is een stukje tekst wat jullie voor jullie neus hebben gehad toen jullie je aanmelden voor deze webinar. En dus daar heeft de VNG aangekondigd dat ze jouw inschrijfgegevens na 2 maanden vernietigen. Het wettelijk instrument voor bewaren en vernietigen, dat is de selectielijst. De wet beschrijft van, gij zult een selectielijst hebben waarin je bewaartermijnen noteert en gij zult dan ook die bewaartermijnen toepassen. Voor gemeenten wordt die selectielijst gemaakt door diezelfde VNG en in die selectielijst staat dat deze gegevens 6 maanden bewaard moeten blijven. Dus in dit voorbeeld wordt er een keuze gemaakt om gegevens 4 maanden eerder te vernietigen dan wettelijk toegestaan. En dan is interessant de vraag, en het gaat mij helemaal niet om de VNG of dit specifieke voorbeeld, maar ik zie dit soort voorbeelden wel vaker in de praktijk. Interessant is de vraag van, wat gebeurt hier nou? Is het nou zo dat de professionals bezig zijn met vernietiging in te richten die eigenlijk niet bekend zijn met de regelgeving en het instrumentarium wat daarvoor is bedoeld? Of is het misschien zo dat die bekendheid er wel is, maar dat informatieprofessionals zeggen, joh, we vinden eigenlijk dat instrumentarium niet geschikt. We vinden die termijn bijvoorbeeld te lang en die selectielijst is gewoon niet op orde. Allebei komt denk ik voor. Kortom, we hebben 4 hobbels die we moeten overwinnen. De eerste is, we moeten af van de focus op het DMS-zaaksysteem en ook oog hebben voor de rest van de wereld. 2 is, we moeten de markt duidelijker gaan maken wat we van ze verwachten en ze ook vertellen hoe ze dat moeten doen. 3 is, we moeten zorgen dat het instrumentarium wat we hebben, dat bekend is bij mensen die zich met vernietiging bezighouden. En 4, we moeten ook zorgen dat het instrumentarium geschikt is en dat dat omarmd wordt door de mensen die zich daarmee bezighouden. Even terug naar mijn eigen praktijk in de gemeente Amsterdam. Jullie zien hier een plaatje dat is denk ik niet leesbaar. Tenminste, dat hoop ik dat het niet leesbaar is. Want anders gaan jullie dat lezen en niet naar mij luisteren. Maar wat jullie hier zien is een aantal vakjes. En dit vormt bij elkaar een schabloon voor een vernietigingsprotocol. En al die blokjes die je ziet, dat zijn eigenlijk stappen. Dit is een soort stappenplannetje voor hoe kun je dingen vernietigen. En dit gebruiken we in Amsterdam. Als wij een nieuwe applicatie aanschaffen of een nieuwe applicatie inrichten, dan maken wij als onderdeel van het neerzetten van zo'n applicatie zo'n vernietigingsprotocol. Dus we zorgen dat de vernietigingsfunctionaliteit in zo'n systeem aanwezig is, dat we kunnen vernietigen. En daarna maken we een protocolletje waarin we uitwerken hoe die vernietiging dan moet worden uitgevoerd. En daar zit achter dat in Amsterdam we een knip hebben gemaakt tussen de adviseursinformatiebeheer die gaan over de inrichting, maar we hebben ook operationele informatiebeheer, dus die het informatiebeheer zeg maar uitvoeren. En dit is een moment van overdracht. Op het moment dat wij het systeem hebben ingericht, dan dragen wij het protocol over naar de mensen die het gaan uitvoeren.
En die natuurlijk ook wel hebben meegedacht over de invulling van dit protocol. En zij kunnen aan de hand daarvan dan mee uit de voeten. Amsterdam, grote gemeente, dat weet u wellicht. Wij hadden een aantal jaar geleden circa 4000 applicaties. In al die applicaties zit data. Inmiddels hebben we er minder, we hebben er nog een stuk of 1000, maar nog steeds best wel veel. Deze manier van werken die ik net schets, eigenlijk dat archiving by design, dat doen we pas een aantal jaar. En toen we daarmee begonnen, was dit prima te doen zo. Dan had je 2, 3, 4, 5 van dit soort protocolletjes, die kwamen dan. En dat betekent dat een informatiebeheerder elk jaar 3, 4, 5 van dat soort protocolletjes moet gaan doorlopen. Dat is nog wel te doen. Maar als je kijkt naar een compleet landschap van 1000 applicaties en je moet elk jaar 1000 van dit soort protocollen doorlopen, omdat je dat per applicatie hebt ingericht. En daar komen bijvoorbeeld ook 1000 verschillende vernietigingslijsten uit die je moet voorleggen aan je organisatie ter goedkeuring. Ja, dan wordt het wel een beetje bewerkelijk en dan wordt het wel een beetje ingewikkeld. En zo is het idee ontstaan van, is dit nog wel slim om dit op deze manier te doen? Of moeten we meer toe naar een soort integrale oplossing waarin we vanuit een soort schil over ons landschap heen vernietiging gaan organiseren? Dat is dus wat we in deze werkgroep aan het doen zijn. Wat zijn we gaan doen? We zijn met gemeenten aan de slag gegaan met user stories. Ik denk dat de meesten van jullie dat kennen, maar voor wie dat niet kent, user story, dat is eigenlijk een methodiek van requirements opstellen, dus eisen stellen. Ik zie in de tussentijd een vraag in de chat voorbij komen. Een protocol voor alle taakspecifieke applicaties? Ja, voor alle type applicaties, maar ook voor niet-applicaties. Bijvoorbeeld voor data warehouses. Eigenlijk voor elke informatiebron die wij nieuw ontwikkelen of nieuw neerzetten, daar maken we zo'n protocolletje voor. Dat is nu nog de werkwijze. Deze user stories die zijn zo opgebouwd dat je niet zozeer beschrijft hoe het moet gaan werken, maar dat je het probleem dat je wil oplossen beschrijft. En dat is belangrijk omdat we iets nieuws gaan doen. Mensen zijn heel erg geneigd om te redeneren vanuit dat wat ze kennen. En we willen natuurlijk voorkomen dat we nieuwe technologische mogelijkheden die we misschien niet kennen, niet gaan benutten, omdat we te veel sturen op een specifieke oplossing. En de vorm van user stories waarin je beschrijft wat je vanuit een bepaalde rol wil doen, zodat je een bepaald doel kunt oplossen. Dat helpt daar heel erg bij. Daar is een Excel-overzicht uitgekomen. Ook dat kunnen jullie hier niet lezen, maar het overzicht dat is te vinden op Kia. We zullen dat ook bij deze presentatie gaan publiceren. Dat is eigenlijk het totaaloverzicht aan eisen en wensen waarvan wij zeggen, nou, als we dit hebben uitgevoerd, dan hebben we een goed werkende centrale vernietigingstool. Naast het opstellen van dit soort user stories zijn we aan de slag gegaan met metadata. Centraal in onze beoogde oplossing is metadata. En we zijn op basis van de MDTO, ook al is dat nog een concept, zijn we gaan kijken van welke elementen in die MDTO hebben we nou minimaal nodig om te kunnen vernietigen. Vanuit de gedachte, we moeten het zo simpel mogelijk houden. En less is more. Dus we hebben daar een beknopte uitwerking van gemaakt. Dat komt ook nog wel wat verder terug in het verhaal van Ivo straks. En het derde is dat we twee oplossingsrichtingen op hoofdlijnen hebben uitgevoerd of bedacht. Die lijken heel erg op elkaar. We noemen dat federatieve vernietiging en enterprise vernietiging. Federatieve vernietiging, dan ga je via de voorkant naar binnen bij applicaties. En enterprise vernietiging, dat is via de achterkant op de data. En eigenlijk is het verschil een beetje dat in de huidige wereld hebben we nog allemaal losse applicaties. En daar zit al die data in. En die data die zit gevangen in die systemen. En die systemen kennen elkaars bestaan ook niet. Dus je moet die vernietiging ook in die applicaties organiseren. En die federatieve vernietiging gaat ervan uit dat wij via een soort centrale schil al die decentrale applicaties ingaan. En gebruik maken van de vernietigingsfunctionaliteit die daar is. Het tweede scenario, dat is wat meer aansluitend op de common ground gedachtegoed. Waarin je allerlei gegevensregisters hebt die niet gebonden zijn aan een specifieke applicatie of specifiek proces. Maar ook gebruikt worden voor meerdere processen of systemen en toepassingen. En dan ga je dat op een iets andere, technisch op een iets andere manier organiseren. We hebben gezegd, we gaan in eerste instantie ons richten op dat eerste scenario, omdat dat nu nog heel erg de wereld is. Maar we zien natuurlijk ook dat we langzaam wel die transitie naar Common Ground aan het maken zijn. Dus we moeten ook zorgen dat onze
oplossing, als iets te snel je doet, dat onze oplossing ook toepasbaar is straks als we daarin wat verder zijn op die op dat common ground gegevenslandschap. En we kunnen ons ook voorstellen dat er op een gegeven moment een hybride vorm ontstaat waarin je deze een beetje combineert. Maar om nu snel iets werkends te krijgen, hebben we gezegd, is dat eerste scenario waar we even vanuit gaan. En dan mag je alsnog naar de volgende doen. Dus als we naar dat scenario kijken, dan zijn er twee belangrijke voorwaarden waar we aan moeten voldoen om dat werkend te krijgen. De eerste is dat we in die decentrale applicaties vernietiging moeten kunnen uitvoeren. En ik gaf net al aan, dat is een probleem, want dat kunnen we heel vaak nog niet. Tweede is dat we moeten nadenken over het effectief inrichten van het vernietigingsproces. Want zoals wij omgaan met vernietiging, ongetwijfeld zijn er uitzonderingen op, maar door de hele linie heen genomen is dat nog meestal wel de standaard. Doen we dat zoals we dat 100 jaar geleden met papier ook deden. Dus we maken overzichtslijsten, die laten we goedkeuren. Er zit een hele administratieve kant zit daaraan. Jeroen? Er is een vraag, Rens. Wat verstaan jullie in dit verband onder vernietigen? Ja, het zorgen dat het er niet meer is. Eigenlijk is het zo simpel. Dingen moeten onherstelbaar weg zijn. En dat is altijd een beetje een ingewikkelde vraag, want als je daar vanuit een soort filosofisch perspectief naar kijkt, dan kun je nooit helemaal garanderen dat dingen 100% echt weg zijn. Maar binnen de mogelijkheden die je hebt, in ieder geval zoveel mogelijk zorgen dat dingen echt onherstelbaar weg zijn. Of in ieder geval de risico's dat dingen nog weer hersteld kunnen worden minimaliseren. Dat versta ik. En de scope van vernietiging, betreft wat mij betreft alle informatieobjecten. Dus niet alleen maar de traditionele documenten zoals videobestanden en geluidsfragmenten en tekstdocumenten en zo. Maar ook echt gegevens in gegevensobjecten, algoritmes en de hele mikmak. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord op de vraag is. Zoals ik zei, het proces dat is nog best wel gericht op hoe we dat vroeger deden. En dat werkte vroeger heel goed, omdat we niet zo heel veel informatie hadden. Althans, niet zoveel als nu. De hoeveelheid data die we hebben als overheidsorganisaties, die neemt exponentieel toe. En dat maakt dat je soms misschien iets minder secuur daarmee om kunt gaan. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Er komen nog wat vragen binnen, zie ik. Ja, er komen meerdere vragen binnen, Rens. Het leeft. De vraag is onder andere van Masha en van iemand anders ook van: geldt het vernietigen ook voor onderdelen die zich in de backup bevinden? Wat mij betreft wel. Alleen de vraag is natuurlijk altijd hoe je dat doet. Hè? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt ook een backup protocol maken waarin je zegt van: nou, op het moment dat wij een backup neerzetten, dan we hebben tussen het maken van de backup en het terugzetten van de backup een vernietiging in productie uitgevoerd. Ja, dan gaan wij na het terugzetten van die backup nog wel even die vernietigingsactie opnieuw doen. Weet je, dan heb je feitelijk die gegevens nog wel in je backup, maar ze zijn natuurlijk niet beschikbaar. Op het moment dat je ze beschikbaar gaat maken, doe je die vernietiging opnieuw. Dat is een vorm van vernietiging. Ja. Een andere vraag. Zo'n centraal register waar je het net over had, beheer je dat in een DMS of doe dat in een ander systeem? Dat interesseert me, om heel eerlijk te zijn, niet zoveel waar je dat doet. Een DMS is natuurlijk een document management systeem, dus dat is bedoeld voor de opslag van je documenten. Dus als je een register hebt waar alleen documenten in staan, dan zou je dat in een DMS kunnen doen, denk ik. Gegevens dan weer niet, dat is misschien minder logisch. Maar eigenlijk maakt dat voor ons verhaal niet zo heel veel uit waar je het opslaat. Oké. Okay. Nog een andere vraag voor nu. Marga vraagt van: alles wat gepubliceerd moet worden, dat blijft op het internet beschikbaar. Hè? Bijvoorbeeld dadelijk op basis van de wet open overheid. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is altijd een interessant vraagstuk van hoe zinvol is het dat je dingen gaat vernietigen die je openbaar hebt gemaakt. Als ik even mijn gemeente Amsterdam pet opzet, dan is het standpunt van de gemeente Amsterdam en van ons gemeentearchivaris, dat hebben we ook als feedback ingebracht op de selectielijst toen die herzien werd. Wij zeggen dat wat je openbaar maakt, dat moet je ook gewoon bewaren, punt. En wij gaan daar ook een lokale aanpassing op maken waarin wij afwijken van de selectielijst. Dus wij gaan gewopte informatie die wij publiceren, die gaan wij ook eeuwig bewaren, die nemen we op in ons EDEPO.
Of je dat moet doen met alles wat je op open data aanbiedt, dat is de vraag. Ik kan me best voorstellen dat op het moment dat jij, ik noem maar wat, ik weet niet of dat in de praktijk aan de orde is, maar allerlei real-time sensordata op een of andere manier gaat aanbieden, ja, dan kun je afvragen hoe zinvol is het om dat eeuwig te bewaren. Maar het is heel gek als je als overheid gaat organisatie gaat zeggen van goh, wij vernietigen nu de boel. Maar het bestaat nog wel, want we hebben het eerder openbaar gemaakt. En wat je dan krijgt, denk ik, is dat commerciële partijen met een verdienmodel die informatie gaan harvesten en dan en dat in de markt gaan zetten. En dat moet je als overheid denk ik niet willen. Dus ik denk dat we daar heel goed over moeten nadenken. Hoe zinvol is het dat wij nog gaan vernietigen dat wat wij openbaar maken. Tegelijkertijd, veruit de meeste data maken we natuurlijk niet openbaar. En veruit de meeste data is gewoon rotzooi en zijn duplicaten en tussenbestanden enzovoorts. En daar moet je wel goed vernietiging op uitoefenen, denk ik. Zijn er nog meer vragen, Jeroen? Of zal ik door met de volgende sheet? De vragen blijven binnenkomen. Maar stel voor we even doorgaan, dan we daar de vragen dan meenemen. Ja, is goed. Dan mag je naar de volgende sheet. Ik zei het al, als je een centrale tool wil inzetten die gebruik maakt van decentrale functionaliteit, dan moet die decentrale functionaliteit er wel zijn. En dat is heel vaak nog niet zo. Wij zeggen, doe dat bij voorkeur by design. Het is lastig om dat soort dingen achteraf in systemen te doen. En een belangrijk signaal wat we vanuit leveranciers wel krijgen was, elke gemeente stelt weer andere eisen aan vernietiging. Iedereen heeft een ander beeld van wat vernietiging is en hoe dat zou moeten werken. En dat is niet handig, want wij kunnen niet op maat voor elke klant dat op een andere manier gaan inrichten. Wordt het daar nou als overheid eens een keer met elkaar over eens? Dat is eigenlijk gewoon de opdracht in ons als overheid. We denken dat de user stories die we hebben gemaakt en ook het metadata-document van onze werkgroep, dat die heel goed gebruikt kunnen worden als referentiemateriaal om ook in je silo-applicaties vernietiging in te richten. En daarnaast zijn er nog soort voorbeeld-requirements gemaakt vanuit de KIA-werkgroep Archiving by Design, die je ook kunt gebruiken als je gaat aanbesteden als voorbeeld. Het is in ieder geval belangrijk, denken we, dat je zorgt dat je erbij bent in je organisatie als er nieuwe applicaties worden aangeschaft, dat je die vernietigingszaken goed regelt en meeneemt. En gebruik vooral ook de landelijke voorbeelden die er zijn. Want het voordeel daarvan is dat we de markt op eenzelfde manier gaan bevragen. En dan hebben we meer kans van slagen natuurlijk dat de markt er ook aan gaat voldoen. Volgende sheet. Dank je. En ik zei al even wat over het proces. Dat we daar nog heel erg ouderwets vaak mee omgaan. En dat de hoeveelheid data is toegenomen. Dat we er anders over moeten gaan nadenken. En dat klinkt vaag en abstract. En daarom wil ik dat toelichten aan de hand van twee voorbeelden. In Amsterdam hadden wij een aantal jaar geleden de Anne Frankboom. Dat was een monumentale boom en die was ziek en die stond op instorten en die moest gekapt worden. En daar is internationale media aandacht voor geweest. Daar kregen we de hele wereld over ons heen dat die boom die mocht niet weg, maar het was wel nodig. Als je kijkt naar de standaard bewaartermijn van een kapvergunning, als ze die hadden gehanteerd, dan was dit hele dossier en alles wat ermee te maken had geweest, was er nu niet meer geweest. We hebben toen gezegd van joh, dit is een dossier dat heeft zulke cultuurhistorische waarde, dat moeten we langer gaan bewaren. Dus dit is echt een voorbeeld van een categorie informatie waar je dat niet geautomatiseerd wil doen, waar je een soort controle wil uitvoeren van kan dit wel echt weg of zijn er misschien redenen om af te wijken van de standaard bewaartermijn. Daar staat tegenover dat er categorie informatie zijn wat je in het andere plaatje ziet. Dit zijn IP-adressen. We houden bijvoorbeeld IP-adressen bij van websitebezoekers en dat gebruiken we voor statistische doeleinden. Maar die IP-adressen, die hoef je maar heel kort te bewaren. Van de wettelijke bewaartermijn is uit mijn hoofd 6 maanden. En dat kun je volledig geautomatiseerd met een scriptje doen. Zo hebben we dat in Amsterdam ook ingeregeld. Want ik kan me geen enkele situatie voorstellen dat ik met een vernietigingslijst met IP-adressen naar een business-eigenaar ga en dat die dan zegt, nou dit IP-adres wil ik langer bewaren en dit IP-adres, daar zitten cultuurhistorische elementen aan en hier loopt nog iets mee. Weet je, dus dat is een andere categorie van informatie en wat je eigenlijk moet doen is op basis van de potentiële waarde van je informatie, moet je je proces inrichten. Althans, ik zeg moet, maar zou je kunnen doen. Waarbij je het principe pakt dat je daar waar het kan automatiseert en de controle alleen maar doet, daar waar het zinvol is.
En als je er op die manier naar kijkt, dan kun je veel meer zaken geautomatiseerd gaan doen. Dan maak je dat administratieve proces veel compacter. Heb je dus ook minder functionaliteit nodig op het gebied van het creëren van vernietigingsoverzichten enzovoorts, om dat mogelijk te maken, waardoor de kans van slagen groter wordt. En je krijgt wat meer grip op je complete landschap van informatie ten opzichte van alles op dezelfde manier willen doen met enorme hoeveelheid administratie die daaraan vastzit. Dit is voor nu mijn verhaal. Misschien zijn er nog vragen, Jeroen? Ja, er zijn een paar vragen binnengekomen. Wat heeft de voorkeur? Vernietigen in een individueel systeem of middels een centraal register? Dat is misschien een beetje een semantisch dingetje, maar een centraal register, als je dat in de Common Ground jargon bekijkt, dan is dat een register, dat is zeg maar een dataset. Daar pas je de vernietiging op toe. Vanuit een front-end. Ja, of je het in een individueel systeem doet, of vanuit een centraal systeem wat over meerdere systemen heen gaat. Wat mij betreft heeft dat laatste de voorkeur, omdat het simpelweg effectiever is. Het is gewoon veel meer werk als je dat in losse applicaties moet gaan doen. De vraag is alleen of dat echt goed werkend gaat worden. En dat gaan we ontdekken de komende maanden. Okay. Dank Rens. Mochten de deelnemers, mocht je nog vragen hebben voor Rens, stel ze vooral in de chat. Dan kan Rens die ook gewoon de komende half uur beantwoorden. En sommige vragen gewoon even nog inbrengen. En dan geven we nu het woord met alle liefde en plezier aan Ivo. Ja, dankjewel Jeroen. Veel van wat ik ga vertellen is eigenlijk al ingeleid door Rens. Ik zal het een en ander wat hij al heeft gezegd proberen nog wat te duiden aan de hand van de architectuur en ook in de context van de ontwikkelingen die op gemeentelijk, maar eigenlijk ook op het hele overheidsniveau spelen op dit moment. Te beginnen met die silo's. Hè. Dat is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten, die we waarschijnlijk allemaal ook herkennen. Het gemeentelijk applicatielandschap is goed deels verdeeld in dit soort silo's. Een leverancier beheert zo'n hele silo-applicatie. Dat heeft natuurlijk voordelen. Je hebt één aanspreekpunt als er iets mis is of als je functionaliteit wil hebben toegevoegd. Maar het heeft ook belangrijke nadelen. Want je bent afhankelijk van die leverancier voor het inrichten van bepaalde functionaliteit. Nou, in dit modelletje, dit is een algemeen modelletje, zijn een aantal van die functies die op dit moment per silo vaak worden ingericht. Autorisatie, bedrijfsregels, audit logging, dus wat gebeurt er met gegevens, wie heeft er toegang toe, hoe worden die gebruikt. En heel belangrijk ook opslag van gegevens die vaak zijn overgenomen uit andere registraties die dan gelden als de bon voor dat gegeven. En er zitten dus vaak, kortom, kopieën in dit soort silo. Dat zorgt ervoor dat er dat eigenlijk een heel deel van de regie die we op die systemen zouden kunnen voeren, dat we daarvoor afhankelijk zijn van leveranciers. En dat zorgt ook dat bijvoorbeeld het organiseren van functionaliteit voor vernietigen, waar we het vandaag over hebben, lastig is. Je zult dat namelijk per systeem moeten organiseren. Daar zitten wat icoontjes bij, Jeroen misschien. Yes. In dit voorbeeld zul je dus 3 maal naar een leverancier moeten gaan en 3 maal moeten zeggen, goh, kun jij voor mij vernietigingsfunctionaliteit realiseren? Je zal 3 maal moeten betalen voor onderhoud waarschijnlijk. En je zal die vernietiging 3 maal moeten bedienen. Daar heeft Rens het net al even over gehad. Wat zouden we kunnen doen om dit te vereenvoudigen? Het heeft niet specifiek met vernietigen te maken, maar een jaar of 3 geleden is een aantal vakverenigingen van informatieprofessionals tot de conclusie gekomen dat de huidige manier van de inrichting van gemeentelijke applicatielandschappen eigenlijk niet voldoende is om te waarborgen dat we in de toekomst kunnen inspelen op maatschappelijke problemen of uitdagingen. En de belangrijkste reden daarvoor is dat systemen eigenlijk weliswaar eindeloos verbonden zijn, maar dat dat allemaal op een
ad hoc manier gebeurt en dus binnen die silo's die niet binnen de controle van de gemeente vallen. Waardoor de gemeente eigenlijk ook niet goed kan bepalen wat er met die opgeslagen gegevens gebeurt. En dus dat heeft niet alleen consequenties voor vernietiging, maar ook bijvoorbeeld voor hergebruik. Nou, de voorgestelde oplossing, en dit is een beetje een erg optimistisch plaatje natuurlijk, maar het geeft contrast wel mooi weer, is om die gegevensuitwisseling zoveel mogelijk te standaardiseren en die silo-applicaties eigenlijk te splitsen in een datadeel waar gegevens zijn opgeslagen en een proces- en interface-deel waar processen worden uitgevoerd en dat wordt bediend door medewerkers of burgers of ondernemers. Nou, dat zie je hier eigenlijk nog een keer. Dus bovenin, daar zit die procesondersteuning en die interface die door inwoners, ondernemers of medewerkers worden bediend. In de onderlaag, daar worden gegevens opgeslagen en die worden dan door middel van diensten beschikbaar gemaakt aan die applicaties die in die bovenste laag zitten. En dat beschikbaar stellen, dat wordt gefaciliteerd door een integratiefaciliteit die ervoor zorgt dat gegevens op de, op de juiste plek terechtkomen en weer op de juiste manier in die registers worden opgeslagen. En wat dit mogelijk maakt is dus dat je in plaats van dat je die vernietiging of enige andere functie binnen iedere silo opnieuw moet gaan organiseren, dat je daar een dienst voor ontwikkelt die je op die verschillende registers kunt aansluiten. En die dienst die kun je vervolgens via één centrale app of een bedieningsinterface over al die verschillende bronnen laten kijken van goh, wat zit hier nou voor gegevens in? Is de bewaartermijn verlopen? Moet dat vernietigd worden, ja of nee? Even een iets uitgebreidere illustratie bij. Dit is eigenlijk hetzelfde gegevenslandschap als wat we net zagen. Hè? Dus dezelfde vijf lagen. Hier is nog even getoond. Nou, we zien hier een aantal elementen. Bovendien zien we een taakspecifieke applicatie. Laten we even zeggen dat ik weet niet meer precies wat ik in het tekstballonnetje had gezet. Volgens mij in applicatie voor vergunningverlening, heel goed. Je ziet twee bronnenregisters. In een daarvan zijn zaakgegevens opgeslagen. In de andere is een besluit opgeslagen dat bij die zaak hoort. En daar hoort een pdf bij waarin dat besluit is beschreven. En al die gegevenssetjes zijn voorzien van metadata. Een setje metadata voor duurzame toegankelijkheid. Hè, dat is volgens de TMLO of MDTO-conventie opgeslagen. En een setje domeinspecifieke metadata, in dit geval RGBZ. Nou, samen, die twee registers opgeslagen informatieobjecten zijn samen de vergunningszaak. Nou, hoe gaan we de vernietiging van deze gegevens vormgeven? Op het moment dat een zaak wordt gemaakt of bijgewerkt wordt, dit is eigenlijk vooral het geval als de zaak is afgerond, dan kan bij een selectielijstdienst op basis van het resultaat van die zaak een bewaartermijn worden opgevraagd. En die wordt vervolgens bij alle informatieobjecten die bij die zaken horen vastgelegd. Nou, enige tijd later kan via een informatiebeheerapplicatie een medewerker een overzicht opvragen van alle zaken die een vernietigingstermijn hebben, die ligt voor vandaag. Dat wordt via die verschillende diensten opgevraagd en er wordt een overzicht teruggegeven van alle diensten voor alle zaken die vernietigd mogen worden. Nou, daar kan een overzicht van worden gemaakt dat eventueel door medewerker gecontroleerd wordt. En vervolgens kan er opdracht gegeven worden tot het vernietigen van
de zaken waarvoor de vernietiging is goedgekeurd. En wat er vervolgens gebeurt is dat er onomkeerbaar vernietigd wordt. Nou, dit is een soort droombeeld. Misschien niet iets wat we overmorgen voor het hele applicatielandschap gerealiseerd hebben. En dat is eigenlijk waarom Rens net het onderscheid heeft gemaakt tussen dat federatieve en het centrale of het enterprise model. Maar ik zie dat Jeroen eerst een vraag heeft. Ja, er komen verschillende vragen binnen, Ivo. Een van de vragen is van Annemieke. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op om het vereiste niveau van standaardisatie te halen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk een belangrijk onderdeel daarvan is laten zien dat het werkt. En daar zijn we nu ook mee bezig. Door te kijken of en hoe we dit kunnen doen. Het tweede onderdeel daarvan is denk ik dat we als opdrachtgevers veel assertiever zouden moeten zijn naar onze leveranciers. En we hebben daar de afgelopen jaren natuurlijk allemaal instrumenten voor gezien en ontwikkeld. De Gemma Software Catalogus, de Gibit, waar een aantal eisen zijn opgenomen. Het hele Common Ground idee heeft ook. Dat is heel erg grotendeels gebaseerd op het feit dat gemeenten zelf meer gaan ontwikkelen en meer gaan standaardiseren. Dus ik denk vooral dat we, dat we standaarden moeten ontwikkelen en tegen leveranciers moeten zeggen we willen het zo en anders niet. Oké. Okay. Hey, een andere vraag, Ivo. Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik als principe kan leiden tot verschillende bewaartermijnen voor dezelfde bestanden. Hoe zie je dat in dat proces dat je uiteindelijk gewoon de juiste en misschien wel de langste termijn gehanteerd wordt? Je bedoelt, wacht even, dan krijg je meerdere bewaartermijnen voor één setje gegevens. Het kan ook zijn dat bepaalde data, bepaalde documenten in verschillende zaken zitten. Precies. Waarbij bij het ene zaak misschien na 7 jaar vernietigd wordt en de andere zaak bijvoorbeeld na 15 jaar. Ja, sorry. Ik dacht dat je het andersom zei, maar dat maakt niet uit. Ik weet niet precies wat de regels daarvoor zijn. Mijn eerste idee zou zeggen, houd je gewoon aan de langste bewaartermijn. Maar er zit vast weer een hele slimme jurist die net dat geval eruit weet te pikken waar dat niet de oplossing is. Maar dat zou mijn eerste antwoord zijn. Ik heb er zo meteen ook nog een plaatje van. Oké. Okay. Hey, een latere vraag voor nu. Heb je ook eventueel een idee hoe eventueel regelgeving kan bevorderen tot dergelijke oplossingen? Dus stelt Margreet. En Margreet die werkt namelijk aan een nieuwe archiefregeling. Die in de loop van volgend jaar moet verschijnen. Dus gaat regelgeving ons helpen? Bij dit specifieke issue, ja, volgens mij is het probleem. Wil Rens daar iets over zeggen? Ja. Nou, als het mag. Bij mij betreft is het antwoord nee. De nieuwe archiefwet gaat ons hier ontzettend mee in de weg zitten. Omdat we leveranciers moeten overtuigen dat ze vernietiging moeten inrichten. En nu is al vaak de beleving vanuit leveranciers, de archiefwet gaat over documenten en niet over data. En omdat de nieuwe archiefwet, in de oude wet konden we nog uitleggen, nee, archiefbescheiden, ongeacht de vorm, dat gaat ook over data. Maar in de nieuwe archiefwet, daar wordt de term documenten gehanteerd. En daarmee wordt het nog ingewikkelder om leveranciers en ook data scientists en dat soort groepen mensen, om die duidelijk te maken dat archivering niet alleen over documenten gaat, maar ook over data. En dat kun je niet oplossen door in de archiefwet te komen met een hele ingewikkelde definitie dat je met documenten ook niet documenten bedoelt. Dus die nieuwe wet is wat mij betreft, om, als je het over vernietiging, echt een stap terug in de tijd. Dus ja, regelgeving kan je wel helpen als je andere termen hanteert. Voor de beeldvorming. Dat klopt. Daar helpt het nu niet mee. Aan de andere kant denk ik dat in principe wat er in de wet gevraagd wordt. En eigenlijk ook in de regeling is voor een heel groot deel te automatiseren. En het is een beetje afhankelijk van de wil van
organisaties of dat dan ook daadwerkelijk lukt. Want het automatiseren van vernietigen, dat zal in sommige gevallen betekenen dat er misschien ook minder controle op het vernietigingsproces is. Wat mij betreft kunnen we naar de volgende sheet. Dus even terug naar eigenlijk het punt waar Rens eindigde. Die zei, waar we naartoe willen, dat is eigenlijk het vernietigen helemaal volgens de principes van de Common Ground. En dat zie je hier in het plaatje links. Of dat is het enige plaatje dat er nu staat. Daar zie je dat er sprake is van een gegevensregister dat via een dienst is aangesloten op een taakspecifiek informatiesysteem. Waar we nu vaak mee te maken hebben, of vrijwel altijd mee te maken hebben, dat is zo'n silo-applicatie die eigenlijk over al die lagen heen ligt. Nou, die zijn niet hetzelfde, maar als onderdeel van de transitie naar zo'n common ground landschap kunnen we wel vast aan de rechterkant beginnen. Met dus een, noemen we het een interface of een informatiesysteem dat het vernietigen bedient eigenlijk. Dat omvat dus het proces voor vernietigen en de schermen waarmee medewerkers werken. Met daaronder een dienst die dan die verschillende silo-applicaties kan vragen op te vernietigen informatieobjecten. Ja, je ziet dus ter illustratie van het feit dat wat we nu willen doen geen verspeelde moeite is, dat je die dienst die je nu in eerste instantie aan een silo koppelt, later ook aan zo'n bronnenregister zou kunnen koppelen. Nou, hoe kunnen we hier komen? Eigenlijk twee elementen voor nodig. Twee pijlers, metagegevens moeten worden vastgelegd op basis waarvan we kunnen bepalen of een informatieobject vernietigd mag worden of niet. En er is een soort dienst nodig en systemen moeten daaraan gekoppeld kunnen worden. En als we die twee zuilen hebben opgericht, dan kunnen we federatief geautomatiseerd federatief vernietigen. Nou, eerst de rechtercel. Dat gaat eigenlijk over het rechterdeel van het plaatje net. Of van het modelletje. Daar had ik ook wat tekst bij gezet, geloof ik. Ja, daar hebben we wat user stories voor gevraagd. Dat is de eerste stap voor het ontwikkelen van zo'n dienst en zo'n informatiesysteem. Is wat wil je ermee kunnen? Daar kwamen een heel aantal user stories uit die te maken hebben met bijvoorbeeld het maken van overzichten die aan medewerkers kunnen worden voorgelegd. Dus dat is relatief eenvoudig, zou ik willen zeggen. Maar er komen ook wel interessante user stories uit die te maken hebben met bijvoorbeeld het vernietigen van duplicaties. Het vernietigen van informatieobjecten in alle aangesloten bronnen in één keer. Dat is dus eigenlijk het federatieve karakter. Het volledig automatiseren van het vernietigingsproces voor bepaalde processen of voor bepaalde type informatieobjecten. En het gebruik van notificaties, zodat er ook kan worden teruggekoppeld dat de vernietiging gelukt is. En een hele belangrijke gaat over metadata, namelijk dat die beschikbaar moet zijn. En daar ging de volgende sheet ook over. Metagegevens zijn essentieel om goed te kunnen vernietigen. En wat er essentieel is om vernietigen met zo'n gestandardiseerde dienst mogelijk te maken, is dat die metagegevens ook gestandardiseerd zijn. En dus je wil eigenlijk een dienst die bij ieder register kan vragen wat de waarde is voor het metagegeven bewaartermijn. Het kan niet zo zijn dat er dan eentje daar vernietigingstermijn hanteert, want dan krijg je die waarde niet terug. We hebben gekeken welke metadata je precies vast zou moeten leggen.
op basis van MDTO, dat is de opvolger van TMLO, of de beoogde opvolger, toepassingsprofiel, metadata lokale overheden. En we hebben daar een aantal scenario's in gemaakt. Ik zat volgens mij op een volgende dia. Ja, we hebben die metadata setje voor 3 scenario's beschreven. Dit document is ook op Cloudfit, maar ik zal zorgen dat het ook in de set met de presentatie naar jullie toe komt. We hebben een setje metadata ontwikkeld, of eigenlijk uit de MDTO set geplukt voor informatieobjecten die nooit gedeeld worden en die een standaard bewaartermijn kennen. Dus een bakje met 1 soort gegeven. Denk aan de IP-adressen die Rens net noemde. Nou, dan heb je echt maar heel weinig metadata nodig. Eigenlijk alleen maar een bewaartermijn of, als die niet is vastgelegd, een einddatum van een proces waaruit die gegevens zijn voortgekomen. Iets complexer wordt het als je een als je het hebt over een bakje gegevens waar gemengde type gegevens door elkaar zitten. Als je de bewaartermijn hebt vastgelegd, dan is dat geen probleem. Maar als je die niet hebt vastgelegd, dan zul je iets moeten doen met een combinatie van een einddatum en een resultaattype. Die kun je dan tegen de selectielijst houden om de bewaartermijn te kunnen achterhalen. En helemaal ingewikkeld, of dat zeggen, relatief ingewikkeld wordt het als je het hebt over informatieobjecten die onderdeel kunnen uitmaken van meerdere virtuele dossiers. En daar heb ik een plaatje bij, daar ging net ook een vraag over. Hoe doe je dat nou met informatieobjecten die in bijvoorbeeld in meerdere dossiers van belang komen, van belang kunnen zijn? En een bekend voorbeeld is natuurlijk beroep en bezwaar zaken bijvoorbeeld. In dit geval zijn de roze objecten die horen bij de oorspronkelijke zaak, bijvoorbeeld de vergunningverlening, en de blauwe of paarse objecten die horen bij een bezwaarzaak die naar aanleiding daarvan is opgestart. En als onderdeel van die bezwaarzaak zijn ook bepaalde onderdelen van die oorspronkelijke vergunningzaak belangrijk. Dat betekent dat die roze objecten nu eigenlijk de bewaartermijn van die bezwaarzaak moeten kennen. Dat kun je op verschillende manieren oplossen. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Je kan op ieder informatieobject zelf een eigen bewaartermijn geven en dan zou je op het moment dat die bezwaarzaak ontstaat dus de bewaartermijn van de eerdere zaak kunnen overschrijven als die verder in de toekomst ligt. Of je kan alleen op zaakniveau een bewaartermijn vastleggen, maar dan moet je dus alle relaties af om te kijken of er op zaakniveau een relatie ligt met andere zaken die misschien een langere bewaartermijn hebben, waardoor je die zaak nog niet zou mogen vernietigen. Maar dit is een van de vragen die we in de rest van ons onderzoek of traject graag willen beantwoorden. Nou ja, deze 3 sets die zijn uitgewerkt in een variant waarin de juiste of de nodige metadata al bij design is vastgesteld. En dan ga je er dus vanuit dat ieder informatieobject een bewaartermijn kent. En een variant waar dat niet is gebeurd en waar je dus de bewaartermijn moet achterhalen op basis van eventueel al aanwezige, of laat ik zeggen, hopelijk al aanwezige metadata. Nou, waar staan we op dit moment? Rens heeft het eigenlijk al gezegd. We hebben 2 groepen deelnemers aan dit traject. Een groep gemeenten die hebben gewerkt aan het bepalen van de gewenste functionaliteit. En dat waren de user stories. En een analyse van de metadata die nodig zijn om vernietigen mogelijk te maken. En aan de andere kant een groep leveranciers die nou, grotendeels echt wel enthousiast waren om aan dit traject mee te doen. Maar er binnen die groep zijn toch al 2 ambitieniveaus te herkennen. Er zijn leveranciers
die eigenlijk nog helemaal niet bezig zijn met vernietigen en die in de eerste instantie binnen hun bestaande silo-applicaties vernietigingsfunctionaliteit willen realiseren. Dat is een mooie eerste stap richting waar wij willen komen. Maar dat maakt het nog niet meteen mogelijk. En er is een aantal leveranciers dat echt wel met ons mee wil denken over die federatieve vernietigingsfunctionaliteit die je dus vanuit één plek zou kunnen bedienen. In de eerste helft van volgend jaar willen we met gemeente graag wat gaan proberen, daadwerkelijk op basis van deze use stories en de metadata en de ideeën over hoe zo'n oplossing eruit kan zien. Daarom een oproep. Vooral en allereerst zijn we op zoek naar mensen die iets met een proefopstelling willen doen. Samen met een aantal leveranciers die door jullie of door ons worden aangedragen. Als dat niet lukt, dan zijn we ook heel blij met mensen die willen mee ontwikkelen in onze werkgroep. En eventueel documentatie of resultaten willen reviewen of op een andere manier over mee willen denken. Heb je daarin interesse? Dan is een mailtje naar mij of naar Rens voldoende. Dank je, Ivo. Er zijn nog behoorlijk wat vragen in de chat gekomen. Ik zag het, ja. Esther vraagt, welke leveranciers willen wel meebewegen in deze gedachte? Ik heb net nog even voor deze bijeenkomst zitten kijken naar wie we ook weer allemaal hadden uitgenodigd. Het waren een heleboel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal meer paraat heb. Ik ben een paar weken geleden nog een gesprek gehad met Ilionix. Dat is een partij die heel veel met Microsoft doet, Office 365. En daar spullen opbouwt, die waren hier wel heel erg in geïnteresseerd. Ik weet niet of Rens nog actieve herinneringen heeft aan individuele leveranciers die hier... Nee, hebben we even niet paraat. Oké. Een ander vraagje, Ivo. Worden de metagegevens ook opgeslagen in de bron, is een vraag. Ja, dat is wel de bedoeling. Punt. Oké. Okay. Hey, wat doen wij? Bodien vraagt, wat doen we met data lakes? De grote dataservers. Ja, eigenlijk zouden die op dezelfde manier geschoond of opgeschoond moeten of kunnen worden. Nee, dus eigenlijk de spullen die je in een data lake gooit, daar zou ook een bewaartermijn aan moeten hangen. Hey, en Rens, hoe gaat het in Amsterdam? Heb je daar ervaring mee? Sorry, ik zat een vraag in de chat te beantwoorden, dus ik miste even de vraag. Hoe omgaan met het vernietigen in data lakes? In relatie tot een centrale vernietigingstool als dit is dat wat ingewikkeld. Een data lake, we hebben in Amsterdam niet echt een data lake, we hebben wel allerlei data warehouses, dat lijkt natuurlijk in enige zin op. En wat ik daar doe, is het vooral een kwestie van analyseren van welke gegevens sets zitten daar dan. En wat gebeurt ermee, wat is het doel daarmee? En er zitten heel veel, zeg maar, tijdelijke gegevensbestanden. Bijvoorbeeld een dataset uit bron A en een dataset uit bron B, die worden dan samengevoegd. Dan heb je een tijdelijke samengevoegde dataset. Daar wordt dan nog weer een anonimiseringsslag op gemaakt of nog een bewerking. En uiteindelijk komt er dan een definitieve dataset die je ergens voor gebruikt. Maar al die tussenproducten, zeg maar, die bestaan alleen maar in het proces van totstandkoming van een definitief databestand. En dat soort documenten, voor dat soort bestanden, die kun je natuurlijk heel goed met een script geautomatiseerd vernietigen na een met elkaar afgesproken termijn. Voor die definitieve vormen is dat wel heel ingewikkeld, omdat je in een
Als je op die manier data gaat aanbieden voor nader te bepalen doelen, dan kun je heel lastig van tevoren bepalen wat de bewaartermijn is. Want je weet niet precies wat er met die data gaat gebeuren. Want je biedt het eigenlijk aan voor onderzoek waarvan je nu nog niet weet wat voor onderzoek precies. Daar hebben wij nog niet echt een antwoord op. Daar worstelen we nog wel mee. Maar een deel van het probleem kun je wel oplossen. En mijn strategie is altijd klein beginnen en oplossen wat ik wel al snap. En dan gaandeweg kom ik wel stapje voor stapje verder. En dat is eigenlijk ook gewoon waar ik nu sta. Dat we wel een oplossing hebben voor een deel van de data die we in dat soort voorzieningen opslaan. En dat we voor een aantal andere datasets daar nog oplossingen voor aan het bedenken zijn. Ja, top. Dus eigenlijk aansluit op jullie oproep. Mocht je nou daar ook zelf binnen je eigen gemeente mee aan de slag willen gaan. En wil je die ervaring delen. Stuur een mailtje naar Ivo of Rens. Om daarmee ook vervolgens het verder door te pakken. Nog een andere vraag. Van Constantijn. Hij geeft aan bij centraal vernietigen. Ook op gegevens. Gaat het beheren van relaties tussen gegevens belangrijk worden. Gezien de gegevensobjecten die hergebruikt kunnen worden in meerdere processen. Hoe beheersbaar blijft het dan? En kan je dan borgen dat wat we weggooien ook moet en dat we niet eerder te veel weggooien? Ja, dit is een vraag die volgens mij niet alleen met vernietigen te maken heeft, maar eigenlijk met de hele structuur van het gegevenslandschap. Op een gegeven moment kun je je afvragen of relaties tussen, zeker als je het hebt over heel langdurig of eeuwig te bewaren spullen, of je die relaties zo lang kunt waarborgen. Je wil natuurlijk als je een zaakdossier, laten we zeggen 30 jaar moet bewaren, wil je eigenlijk dat het na 30 jaar precies weer zo boven komt als je het 30 jaar geleden hebt opgeslagen. Als je dat kan waarborgen, 30 jaar lang, dan kun je ook 30 jaar lang die relaties volgen om die vernietiging mogelijk te maken. Maar de vraag is of dat kan en of je niet op een gegeven moment moet zeggen, nou oké, ik ga toch dit hele pakketje samen in een spreekwoordelijk zipje stoppen en in een, laten we het een soort TMS noemen, opslaan en daar de vernietiging organiseren. Ja. Helder. Dank Ivo. Volgens mij een onderwerp wat het behoorlijk leeft. Gezien de tijd zou ik eigenlijk voordat we langzaam af gaan ronden. Alsnog, mocht u interesse hebben om daadwerkelijk die proefopstelling te realiseren binnen je eigen organisatie, of wil je echt daadwerkelijk mee ontwikkelen, meld je aan. Zodat we als het ware volgend jaar ook echt concreet verdere stappen kunnen zetten. En wat je eigenlijk ook wel Ivo hoorde zeggen, er zijn ook een aantal leveranciers die ook actief daarmee stappen willen gaan zetten. Voor nu, het webinar is opgenomen. En vanaf morgen of maandag is hij ook te zien via kia.pleio.nl. Als je opkomt, rechtsboven staat de tweede week van Grip op Informatie. Daar kan je alle webinars terugvinden van deze hele week. Alle presentaties, achtergrondstukken. En wat Rens nog zei, de overzicht van eisen en wensen zal er ook bij geplaatst worden. De producten vanuit Grip op Informatie staan op vngrealisatie.nl. Die zal ook de komende maanden verder gaan groeien. Heb je interesse, dan kan je aanmelden voor de nieuwsbrief van VNG Realisatie. En kan je ook specifiek kiezen voor Grip. Waar je ook elke keer als er een bericht wordt geplaatst, je actief geattendeerd wordt. Wil je ook actief deelnemen vanuit je eigen gemeente, dan kan je aanmelden op het forum.vg.nl. Ondertussen zitten meer dan 1100 collega's hierop. Alle conceptstukken, conceptproducten, die worden hierop geplaatst. En daar wordt ook gewoon actief met elkaar dit gedeeld. Misschien heb je het al gezien, afgelopen vrijdag bij het VNG Magazine zat het boekje Grip op Informatie, waarbij meer vanuit bestuurlijk perspectief gekeken wordt naar de informatiehuishouding. Mocht je het dan gemist hebben, hij is ook digitaal te raadplegen via kia.pleio.nl en onze eigen website van VNG Realisatie. En last but not least, de volgende week van Grip op Informatie staat al gepland voor 15 tot en met 22 april in 2021. Mocht je tips hebben, aanvullingen, mocht je zelf op het podium willen staan, laat ons weten. Stel dat je aanmeldt voor vernietigen, misschien hou jij dan straks wel je verhaal voor de collega's. Voor nu heel erg bedankt, een fijne avond en tot snel.